Hi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Je ziet het aan mijn gezicht, ik ben maar voor de helft klaargemaakt. En dat komt, ik wil in deze video een nieuwe limited editie van Catrice met jullie gaan uittesten. Namelijk Caviar Couch Collectie van 2022. Er was mij ook gevraagd of ik misschien wat meer aandacht wilde besteden aan limited edities. En dit leek mij een uitgelezen moment om... deze collectie met jullie te gaan uittesten. Deze collectie zal vanaf eind mei te koop zijn bij Kruidvat en Trekpleister. Deze collectie is er dan tot en met begin juli. Maar hij is dus nu al te koop bij de Bougie Shop en daar heb ik hem dus vandaan. Ik zal in deze video wat meer vertellen over de collectie. En we gaan dus kijken of deze collectie daadwerkelijk ook de moeite waard is om aan te schaffen. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Voordat ik jullie de producten ga laten zien, wil ik eerst eventjes wat meer informatie geven over Caviar Couch. Catrice heeft al meerdere samenwerkingen gehad met dit merk en ik moet ook heel eerlijk zijn, ik was niet altijd even enthousiast, omdat ik de pigmentatie af en toe een beetje vond tegenvallen. Caviar Couch dat is een merk wat bruidsjurken ontwerpt. Het zit in Berlijn en... Dit is van de ontwerpers Alexandra Roeler en Johanna Kool. En hun maken dus bruidsjurken. En in combinatie met Catrice heeft Catrice er dus ook voor gekozen om bruidsmake-up te maken. Dus eigenlijk staan al deze collecties in het teken van bruidsmake-up. Zoals ze zelf ook aangeven... is het in combinatie met de trouwjurken van de Berlijnse designers een speciaal effect als je ook deze make-up gaat gebruiken. Met deze collectie zal je echt daadwerkelijk in de wolken zijn en ze brengen dus eigenlijk met deze collectie verfijnde make-up en dromen tot leven. De producten hebben delicate kleuren en zouden je bruidslook compleet maken. Nou, we gaan eventjes de producten uiteraard bekijken. Ik begin wel even met twee producten die ik helaas niet ga gebruiken. Dat komt omdat dit nagellak is en ik vind het heel lastig om nagellak in een video te laten zien. Je gaat ze uiteraard echt nog wel terug zien komen in een van mijn vlogs waarin ik ze draag of in een van mijn andere video's waarin ik bijvoorbeeld favoriete of veel producten bespreek. Maar ik wilde ze wel eventjes laten zien. Ik heb hier allereerst de kleur C01 Over the Sky. Dit is een vrij licht kleurtje. Ze hebben dus een dubbele dop en deze hebben een witte extra dopje. Ik kan hem wel eventjes laten zien. Dan kunnen we even de applicator bekijken. Het is een wit kleurtje zoals ik nu zie. Die hebben ze dus ook. Zijn dus heel erg leuk. Over het algemeen is de nagellak van Catrice goed, maar het chipt wel wat sneller. Maar goed, ik kan dus over deze nagellakjes nog niks zeggen, maar ik wilde ze wel laten zien. Je hebt ook nog een kleur C02 Cloud of Love en dat is een beetje oranje als ik het zo bekijk. Zou deze dan ook een wit? Oh ja, heeft ook een witte dop. Wel heel erg leuk. Misschien is het leuk om hem ook nog eventjes open te draaien. Ja, een beetje oranje lijkt het, maar dat is mijn eerste ingeving. Maar goed, die ga ik dus niet testen, maar wilde ik zeker wel eventjes laten zien. En dan hebben ze ook een heel leuk haarklipje, heel mooi. Deze heeft de naam C01 Heaven's Crush gekregen. Die ga ik uiteraard aan het einde van de look wel even gebruiken. Er is een fixing spray, die ziet er zo uit, met een glow erin. Glow Fixing Spray met de naam C01 Touch of Love. Ziet er wel heel mooi uit. Shake Well staat erop, maar dat is natuurlijk altijd. Het is echt net een beetje, het zijn net echt een beetje wolkjes als je hem zo ziet. Dan hebben ze ook een lippenbalsem. En deze zal een volumizing effect geven.
En deze heeft de naam Solene C01 Cloudy Blossom. En die ziet er zo uit. Is wel heel erg leuk. Dan hebben we een gezichtspalet en die ziet er ook prachtig uit. Dat moet ik altijd nageven. De producten zien er altijd prachtig uit, de verpakkingen. Heel erg mooi. Deze heeft de naam gekregen C01 Love Letters. En die ziet er zo uit met een spiegel binnenin. Er zitten twee kleuren blush in, een highlighter en een bronzer. Dus die gaan we zo meteen als eerste natuurlijk proberen. En het laatste product uit deze collectie is het oogschaduwpaletten. Heeft de naam C01 Heaven Scent gekregen. Heel erg mooi ook die voorkant. En deze heeft vier kleurtjes en een spiegel. Dus we gaan gewoon eens eventjes kijken of deze producten zijn werk goed doen. Ik ben zelf ook wel benieuwd. Dus laten we gewoon gaan beginnen met de look. Zo, haren even aan de kant gedaan. Ik heb eventjes mijn haarbandje ingedaan. En we gaan beginnen met het facepaletten. Laten we gewoon eerst maar even gaan beginnen ook met swatchen. Want ik denk dat dat wel handig is. Ik ben heel benieuwd. Ik heb de producten nu op mijn vingers en ik ga ze nu op mijn hand swatchen. Zo zien de swatches eruit. De highlighter is vrij licht. Die kun je niet echt zien op de swatch. Maar ik hoop dat hij dus wel goed tot zijn recht komt op mijn gezicht. Dus ik ben wel benieuwd. Ik zal jullie een beetje inzoomen, denk ik. Zodat jullie eventjes goed kunnen meekijken of dat het mooi eruit ziet. Dus dat ga ik eventjes doen. Zo, we zijn een beetje ingezoomd. Ik heb ook hele schone kwasten gepakt, zodat we goed kunnen kijken of dat het allemaal werkt. En ik ga beginnen met een kwastje voor de bronzer. Ik ga het spiegeltje die in het paletten zit gebruiken. Dus als je me naar beneden ziet kijken, weet je dat ik daar naar kijk. Ik neem een beetje bronzer op. Oh, kijk, hij neemt goed op. Dat is fijn. Heeft niet echt een geur. Dat is wel lekker op zich. Ik breng bronzer altijd vrij veel aan. Maar ik ga het zometeen uiteraard uitblenden. Ik vind het niet heel verkeerd. Ik moet zeggen dat ik het wel gelijk al heel mooi vind. Dus dat is natuurlijk top. Deze kant ook. Ik breng meestal zo'n laagje of twee aan. Want ik ga daarna toch uitblenden. En ik denk ook, als je zelf gaat trouwen, laat je meestal je make-up doen. Maar zou je het zelf doen, denk ik dat je niet zo heel erg aanwezig wilt zijn met make-up. Dan hou je meestal wel een beetje neutraal, geloof ik. Ik doe ook even mijn voorhoofd. Net langs de haarlijn. Altijd fijn. Hatsenflats. Zo. En wat ik ook altijd doe, is een beetje langs de onderkant zo. Voor wat meer diepte. Zo. Dan pak ik even een andere kwast. Oh, ik heb allemaal haren in mijn mond. Dat is niet zo fijn. Dan ga ik het eventjes een beetje mee inblenden. Zodat je niet meer die hele harde lijnen ziet. Dat is altijd wel heel fijn. Zodat het wat natuurlijker wordt, zeg maar. Bij mij valt mijn haar er altijd een beetje voor. Dus je ziet het nooit zo heel erg goed hoor, bij de haarlijn. Maar voor mezelf vind ik het wel fijn om het ook te doen. De wangen uiteraard ook. Ik moet wel wennen als je kijkt in een klein spiegeltje. Ik heb normaal altijd een grote spiegel voor me. Blend best wel makkelijk uit, moet ik zeggen. Dat is wel top. Ja, ik vind hem best natuurlijk zo. Deze kant natuurlijk ook. Anders ziet het er raar uit als je één kant niet hebt geblend. Ja, hij ziet er wel natuurlijk uit zo. Als je heel hard blendt, bleek je hem wel makkelijk weg. Maar ik vind hem zo wel er natuurlijk uitzien. Nou heb ik keuze uit twee kleuren blush. Maar ik ga voor de bovenste, deze.
Dus die gaan we aanbrengen. Ga een beetje. Oh. Oeh, hij is heel goed roze. Hij moet wel een beetje opgebouwd worden. Maar je wilt natuurlijk ook niet te veel blush, want het is niet de bedoeling dat je helemaal roze wordt. Oeh, oh, oh, oh. Kijk, nou begin je hem te zien. Zie je het? Ik zie het zelf heel goed. Ik weet niet of de camera het goed vaststelt. Oké. Ja, je ziet wel heel duidelijk verschil hoor, tussen deze en deze. Nou, je moet niet te veel gebruiken, heb ik nu gemerkt. Want anders dan word je wel heel roze, maar goed. Ja, je ziet hem wel hoor. Ja, hij is wel mooi. Nou, dan gaan we nu de highlighter aanbrengen. Oeh, oeh, oeh. Hij pakt heel goed op, zie ik nu. Het zwartje zagen we bijna niet. En nu zien we hem heel goed. Wow, ja. Zo moet een highlighter zijn. Dit is stoel. Ja hoor. Komt ie. Ja, hij is heel mooi. Heel gepigmenteerd. Raar hè, dat je dan met zwartje eigenlijk niet zo heel goed ziet. En als je hem op je gezicht aanbrengt, dat je dan ineens wel heel duidelijk het ziet. Wauw, ja hoor. Nou, doe ik ook een beetje op mijn neus. Zo, puntje. Laat hem een beetje doorlopen. Ja hoor, hij is mooi. Cupido-boogje. Ja, perfect. Nou, ik moet zeggen dat het feestpalet me wel verrast heeft. Dat ik die toch wel erg mooi vind. Niet te veel van de blushjes oppakken. Want het leek eerst even of het duurde of dat hij tot zijn recht kwam. Maar toen hij eenmaal tot zijn recht kwam, toen was hij ook best wel heftig. Maar wel heel erg mooi. Dus ja, hier ben ik wel heel enthousiast over, moet ik zeggen. Gaan we nu natuurlijk ook door naar het oogschaduwpaletten. Ik heb mijn wenkbrauwen en zo al gedaan. We hebben dus vier kleurtjes. We gaan ze ook even oppakken met zwartje. Ja, dat is fijn. Ja. Dat goud reflecteert lekker in de camera. Dus dat is eventjes iets minder, maar oké. Even kijken. Hoe komen de zwartjes tot hun recht? Ja, drie kleuren zie ik heel goed. De andere ietsjes minder. Ja, die zie ik iets minder goed. Dus ik ben benieuwd of het bij de ogen beter gaat. Ik zal jullie even wat meer inzoomen op de ogen. Zodat we ook even goed kunnen zien of dat de oogschaduw mooi tot hun recht komt. Zo, zijn we hoor. Lekker dichtbij. Maar goed, dat is natuurlijk wel het beste. Ook bij deze ga ik gewoon weer eventjes het spiegeltje van, van het palet gebruiken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Nou heb ik vier kleuren. Dus ik ga beginnen met deze kleur, de eerste kleur, die ga ik eerst aanbrengen in de crease. Ik pak een kwastje op. Ik kip er gewoon lekker in. Ik heb er al wel een oogschaduwbasis onder gedaan. Dus dat helpt altijd wel vaak om de pigmentatie wat beter te laten zijn. Maar als een palet gewoon echt slecht gepigmenteerd is, dan zal het ook niet zo heel veel doen. Ik moet zeggen dat ik deze kleur al best wel moeilijk vind om zichtbaar te laten worden. Ik zie hem niet heel erg goed, maar oké. Hij heeft er echt wel wat moeite mee. Ik geloof ook niet dat ik er meer pigment ga afkrijgen dan wat ik nu heb. Hij is vrij licht. Je ziet hem echt heel lichtjes. Misschien is dat ook de bedoeling hoor, als je gaat trouwen, dat je niet zo hele heftige make-up draagt. Maar iets meer dan dit mag wel, zeg maar.
Ja, ik zie mezelf heel dicht opkomen. Ik denk dat het voor de camera heel moeilijk is om scherp te stellen. Hij heeft er wel wat moeite mee. Dan ga ik net daaronder deze kleur aanbrengen. Dus die zal echt wel wat lichter zijn ook, ga ik vanuit. Zie ik al wel gelijk dat hij ook vrij licht oppakt. Nee, eigenlijk doet hij voor deze laag helemaal niks. Dus ik... Nee. Het doet helemaal niks. Nee, dat is een beetje jammer. Ik ga het voor de vorm wel een beetje blenden, maar ik zie hier nog niet heel veel van afkomen, moet ik zeggen. Dus ik vind die eerste twee kleuren echt een beetje een flop. Ik vind dit zelf te licht. Dit zou niet mijn voorkeur hebben. Nou, dan gaan we in de buitenste ooghoek gaan we deze kleur aanbrengen. Ik hoop dat die iets meer pigmentatie heeft. We gaan het zien. Oh, ik heb dit allemaal haartjes in mijn ogen vliegen. Heel fijn dit. Ja, deze zie je wel wat meer. Dat scheelt. Sorry, ondertussen horen jullie Siri die een beetje de boel loopt te verzieken hier. Ja, deze zie je wel wat beter. Dit vind ik dan wel een heel mooi kleurtje. Andere kant. Deze komt ook gewoon, deze zie je gelijk. En die andere kleuren die zie je gewoon amper. Dat is gewoon heel jammer. Nou, ik ga het even blenden, want om het nou zo te laten, dat is ook zo wat, hè. Je vervaagt hem wel heel makkelijk uit, zie ik. Dus dat is op zich natuurlijk top. Maar ik zie ook wel dat je gelijk heel veel van je kleur verliest. En dat is wel jammer. Ja. Op zich blendt hij wel goed uit. Oké. Nou, ik laat hem even zo. Dan zie ik dit tenminste nog iets van kleur. Nou, dan gaan we in op het bewegendste gedeelte. Gaan we deze kleur aanbrengen. Dus ik hoop dat we die ook gaan zien. Oh, hij pakt op zich wel goed op het kwastje. Ja, dat komt op zich wel tot z'n recht. Ja, daar moet je niet te veel van aanbrengen, want hij heeft een lichte shimmer. Moet je denk ik niet willen. Ja, dat vind ik op zich wel mooi. Deze twee kleuren vind ik echt geweldig, maar die andere twee kleuren vind ik echt tegenvallen. Ik ga de ooghoek eventjes afmaken, zodat we ook even kunnen zien hoe het eruit ziet als er wat mascara en een eyelinertje op zit. Dus ik ben zo bij jullie terug. Oké, ooghoek even afgemaakt, mascara erop, een beetje... oogpotlood en een eyelinertje. Ik vind het zou er op zich wel heel mooi uitzien, moet ik zeggen. Maar ik vind alleen de twee kleuren een beetje tegenvallen. Maar ik vind het op zich niet heel verkeerd. Als ik het zo ernaar kijk, denk ik, ja, ik vind het ook wel mooi. Nou, dan gaan we natuurlijk door naar de lippen.
Laten we eerst de lipgloss maar eventjes swatchen, zodat we ook kunnen zien. Lipgloss, lippenbalsem is het eigenlijk. Of die een beetje kleur heeft. Ah, nou, hij ziet er zo uit. Op zich niet heel verkeerd, dus ik ga hem ook gewoon gelijk aanbrengen. Ik pak even het spiegeltje van het paletten. Ik zal nog wel eventjes een beetje wat extra op het kwastje doen. En dan gaan we gewoon even kijken. Oh. Ja. Nou, op zich wel mooi, subtiel. Je ziet een lichte kleur. Maar ik denk dat het inderdaad voor een huwelijk wel een heel mooi kleurtje kan zijn. Ik ben zelf wel iemand die dus van wat meer donkere lipkleuren houdt. Maar goed, hè, wat ik al zei, bij een huwelijk moet je niet zo uit de band springen van ik kies een hele donkere kleur, denk ik. Dus op zich vind ik hem wel heel mooi. Nou, dan gaan we als laatste natuurlijk even de fixing spray aanbrengen. Goed schudden, even voor gebruik. Ik ben wel heel benieuwd of die gaat glimmen. Zo, dit is wel goed geschud. Heeft wel een heel fijn spraydopje, zoals ik kan zien. Nou, ik ga hem even het spiegeltje gebruiken, want ik wil wel een beetje zien wat ik doe. Oké. Oh, oh, oh. Waarom komt er nou niks uit, lijkt? Oeh! Ik doe nooit heel veel hoor, want anders blijf ik zo nat. Hij ruikt wel heel lekker, moet ik zeggen. Nou, dat is wel heel erg lekker. Moeten we natuurlijk even wachten tot hij een beetje opdroogt. Dan kunnen we ook zien of hij een beetje glow geeft. Zie ik glow? Nee. Ik zie wel dat mijn make-up er gewoon verder mooi uitziet. Maar of ik nou een echt glow zie, dan denk ik, nee, dat niet. Nee. Ja, ziet er leuk uit, maar als je echt een voor de glow, nee, die zie ik niet. Nou, dan gaan we natuurlijk ook nog eventjes de clip in het haar doen. Lijkt me wel leuk om ook eventjes te kijken hoe dat staat. Even openmaken. Hij is wel heel schattig. Ik hoop alleen dat het werkt met mijn dikke haar. Want ik heb natuurlijk onwijs dik haar. Ik heb het al wel even heel goed doorgekamd. Dus ik ga het gewoon even zo... Ja, ik denk maar even zo een beetje bij elkaar pakken. Ik pak hem maar niet te dik plukken. Want anders dan gaat hij het zeker niet houden. Hij heeft er moeite mee hoor, jongens. Nou, hij zit er wel in. Maar hij heeft er wel moeite mee. Ik zal even de achterkant laten zien. Ik kan natuurlijk nu niet zien hoe het eruit ziet. Maar ja. Ik denk dat het op zich wel leuk is. Ja. Ik denk wel dat het er leuk uitziet. Nou, nog even een keer de look van helemaal dichtbij hoe het er dan uitziet. Nou! Eindconclusie van deze collectie. Ik denk dat we eens gewoon even product bij product gaan doornemen. Het gezichtspaletten vind ik top. Die vind ik echt heel mooi. Goede pigmentatie, ziet er goed uit. Is gewoon heel, heel goed. Het ziet er wel natuurlijk uit, niet te, maar het is wel heel leuk. Dus die is top. Het oogschaduwpaletten, ja... Ik vind de look wel heel mooi geworden, maar om hem aan te schaffen voor echt twee kleuren die prachtig zijn in een palette, weet ik niet of het de moeite waard is. Want ik zag ook twee kleuren echt heel slecht op de oogleden. Het is ook net hoe je een ooglook natuurlijk neerzet. Ik vind het zelf mooi om dan alle vier de kleuren te gebruiken en om het echt gewoon tot een echte ooglook te laten komen. Dus ja, ik vind het een twijfelgeval. Voor twee kleuren denk ik dat het de moeite niet waard is. Maar dat is gewoon een persoonlijke keuze. Als je de andere kleuren wel heel mooi vindt,
misschien beter hebt kunnen zien. Ja, het is een keuze die je denk ik zelf moet maken. De lippenbalsem, ja, ik vind hem leuk. Ik vind hem ja, wel leuk. Hij heeft een glimmertje. Hij ziet er ook echt wel mooi uit, maar ik vind hem wel vrij licht. Maar ik denk dat dit voor een huwelijk wel heel mooi is. Dus ik denk, als je deze collectie echt zou willen gaan gebruiken om naar een bruiloft of zo te gaan, dat het op zich wel prima is voor een bruiloft. Dat het niet te is, dat je toch een leuk kleurtje hebt. Al hou ik zelf persoonlijk gewoon van iets meer kleur dan dit. De fixing spray. Ja, het voelt fijn aan op het gezicht, maar het is niet dat je er een glow van krijgt. Dus ik denk dat ik hem daarom niet zou aanraden. Omdat er echt staat een Hydra Glow effect. Nou, ik zie het niet. Ja, ik ben gematteerd, maar ik zie niet nog een Hydra Glow op mijn gezicht. Weet je, ik zie mijn highlighter, maar ik zie niet die glow die deze belooft. Dus nee, daarvoor zou ik zeggen van nee. Laat hem staan, want dat is gewoon niet echt de moeite waard als je het mij vraagt. De clip vind ik leuk. Ik denk ook dat hij er wel heel mooi in zit. Ik heb ook even in de spiegel gekeken. Het ziet er wel leuk uit, maar als je echt heel dik haar hebt, is het niet de handigste clip. Want zoals je ziet, mij gaan er wel plukjes los. Je kunt hem niet heel strak in doen. Het zit vrij los. En ik denk als je gewoon wat dunner haar hebt, dat het perfect is. Maar als je echt heel dik haar hebt, zoals ik, is het niet ideaal. Nou, je hebt mijn mening in ieder geval nu kunnen horen wat ik er nou van vind. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jouw bevindingen zijn. Of dat je naar aanleiding van deze video zegt, ik zou zeker deze collectie gaan proberen. Of er zijn toch wel producten waarvan ik zeg, nou, vind ik niet de moeite waard. Ik hoop in ieder geval dat het ook een soort van inspiratie is, deze video. Om de keuze voor jou makkelijker te maken. Of dat je deze collectie zou willen aanschaffen, ja of nee. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Als je het nou ook leuk vindt om vaker dit soort reviews video's te zien van een collectie, laat het dan ook zeker eventjes weten, want dan kan ik vaker dit soort video's gaan maken. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!